Een goede morgen. Ja, het is een hele goede morgen. Maar het is weer. Ik ga niet fietsen vandaag. Ik ga hier binnen trainen en nog wat administratie doen. Want het woeit weer. En het is een klein beetje ook. Ik denk dat ik wel heen kom, maar ik kom wel weer terug. Dus. Ja, dat was het eigenlijk een beetje. Het is zondag, dus. Ik ga hier even trainen. Lichtjes. Alleen met mijn dumbbells. En bovendien zo'n spieroefeningen doen. Dus. Maar, nee, als ik ontbijt heb, dan heb ik dat. Dat vind ik lekker. Maar het is vreselijk duur. Dat is roastbeef. Gewoon te duur om zo te kopen. Ik kon het toevallig, lag het in die bak met 35% korting. Dus heb ik hem meegenomen. Maar anders is het 3 euro voor een ondertje. Nou, dat kan ik even niet trekken. Dus, nou. Misschien maak ik wel een introductiefilm. Ik vind die reclame van die Tele 2 hartstikke leuk. Ja. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Nou, ik heb gisteren genoten van James Bond. Vanavond ook Casino Royale. Is wel ook een leuke film. Alleen ze zeggen dat 24 Bond-films bestaan, maar er bestaat er nog eentje. En die heet toevallig ook Casino Royale. Met Woody Allen en zo. Het is meer een lachfilm. En in zwart-wit opgenomen. Dus ik wens u allemaal, ik zie u later weer. Goedemiddag. Ik weet het, ik ga wat voordoen met mijn cadeautje van de verleden week. En ik hoop dat u mij kan zien. Ik ga zo meteen wel even terugkijken. Wil je biceps goed trainen? Tenminste, je schouders die zijn van het meeste belang als je omhoog wil. Dan pak je de dumbbells breed. Breng ze naar ongeveer op oorhoogte en dan omhoog. En doe dit. Ongeveer 10 keer. Zo. Nou, ik hoop dat u een beetje genoten heeft van mijn oefeningen. En dat u ze ook daar kan gaan doen. Het hoeft helemaal niet met gewichten. Je kan het ook met een waterfles doen. Het is alleen een beetje onhandig te doen. Nou, ik ga even lunchen. Na de zware oefeningen. En ik heb even een omeletje gemaakt om te recoveren. Dus. Ik heb. Er zitten boschampignons in. Er zit tomaat in. Er zit paprika en kaas eroverheen. En natuurlijk ei. Dus. Hoe noem je dat? Ontbijt spek zit erin. Dus. Een lekkere. Lekkere recover. Maaltijd. En dat heb je wel nodig met deze. Met deze temperaturen. Het is niet normaal, het is nu 1 uur en ik moet een lichtje op hebben. Anders zit ik hier in het donker. Dus. Nou, ik ga even eten en ik zie je later. Goedenavond. Ja, ik zal wel het item hebben gemist. Wat eten we vanavond? Maar
Ik heb het heel simpel gehouden. En ik heb een beetje te weinig gegeten, dus ik moet wat meer eten vanavond. Dan normaal. Ik heb kip. Ik heb een salade en ik heb een fruitsalade. Want volgens mijn app had ik maar 400 calorieën op. En dat is toch echt een beetje te weinig voor dit grote lichaam. Dus, dit is mijn maaltijd. Het ziet er heel vezelig uit. De halve kip. Ik denk niet dat ik hem helemaal op krijg. Een salade. Met hazelnootolie. Tomaat. Komkommer. En een fruitsalade. Met ananas. En mandarijnen. Is gewoon wel grappig. Nu durft de, of tenminste, Punky die kan niet in de buurt komen, want die, ja, een of andere manier vinden ze komkommers en mandarijnen, dat vinden ze doodeng. Het schijnt een of andere zuur af, of tenminste lucht af te scheiden. Dus. Nou, dan zit je vanmiddag te kijken naar Studio Sport en worden er drie mensen genomineerd voor Sportman van het jaar. Nou, eigenlijk de slamielen van de sport, hoor. Chris Kinky Knecht. Van het de hele kleine baantjes schaatsen. Jeroen Dubbeldam, die zit alleen maar op zijn paard. Misschien is het ook een topprestatie. En er valt een en ander onder Niek. Maar ik heb er nooit van iemand gehoord. Maar geen Vergermen. Geen Max. En geen andere bekende sporters. Nee, drie slamieltjes. Maar ja, over slamielen te ding. Ik heb een hekel aan de Vara. En nou schijnt die Paul de Leeuw andere dingen in zijn koelkast te hebben. Flessen vodka en zo. De man is zwaar alcoholist. Dus. En ik vond hem nooit grappig. Maar nu vind ik hem helemaal niet meer grappig. Dus. Ik ga vanavond naar weer naar James Bond kijken. Casino Royale. Ook een hele goede film. En ja, ik heb een heel programma. Ik ga eerst naar Autosport kijken. Wat Max gedaan heeft. Dan ga ik kijken naar Pijltjes gooien. Nee, en dan eerst naar voetballen. En nou ja, in Casino Royale, daar kijk ik wel in de pauzes en op teletext wat Van Gerwen heeft gedaan. Dus ik heb een heel vol programma vanavond. Ik ga heerlijk op de bank liggen. En ik doe helemaal niks vandaag, want ik heb eigenlijk iets te veel aan mijn buikspieren oefeningen gedaan. Als ik nu hoest, dan heb ik pijn in mijn buik. Dus. Maar het gaat goed ook met het afvallen. Dus. Ja, en dan sprak ik voor mijn vorige. En die zei: nou, je bent heel goed bezig. Je lijkt wel op je lichaam van vroeger. Dus. Nou, het begint erop te lijken. Dus. Ik wens iedereen een prettige avond. En. Nou ja, tot morgen. En. Ik maak deze filmpjes tot ik echt het gewicht heb bereikt. En dan kijk ik nog wel verder. Doei!